Goedemorgen allemaal. Ik open deze technische briefing in zaken ook een gesprek, een technische briefing door de slotcoördinator van ACNL. En dat staat voor de mensen die minder ter zake deskundig zijn voor Airport Coordination Netherlands. Ik heet allereerst altijd, dat doe ik altijd, de mensen thuis van harte welkom, ook de mensen op de publieke tribune. Maar onze gasten, de heer Thomas als managing director van de organisatie en ook meneer Van der Elst. En ik heb begrepen dat u manager slot coordination bent en monitoring, als ik het goed heb. Van harte welkom. Ook de leden, van harte welkom. Er komen er dadelijk nog een paar bij, is het goed? Dus er waren fors soort aanmeldingen, dus die zullen dadelijk al binnendruppelen. Ik stel voor dat we meneer Thomas als managing director als eerste het woord geven. Ik heb begrepen dat u een inleiding gaat geven van 5-6 minuten of misschien langer. Maar in ieder geval maximaal 10 minuten als hij ons toestaat. En dan, daarna kunnen de leden daarop reageren en vragen stellen. En aan u het woord, meneer Thomas. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik zou inderdaad een korte toelichting geven op de wereld van de slotcoördinatie. Daarvoor heb ik ook een aantal slides gemaakt ter ondersteuning daarvan. Dus die zal ik ook nu gaan laten zien. En het gaat in op zeg maar, het systeem van de slotcoördinatie, de positie van ACNL ook in Nederland. Dan, ja, hoe gaat die toewijzing van slots nu in zijn werk? En tot slot is over de toekomst van de regelgeving. Hè, wat nu ook wel actueel aan het worden is met een aanstaande herziening van de Europese slotverordening. Als we kijken naar de slotcoördinatie, dan is het goed te beseffen dat het een wereldwijd systeem is. Hè. Hier zit ook een kaartje met stippen waarin eigenlijk alle luchthavens staan in de wereld die slotgecoördineerd zijn. En dat zijn eigenlijk luchthavens waar de vraag groter is dan het aanbod. En waarbij het dus nodig is om de toegang tot die luchthaveninfrastructuur te reguleren. Hè. Ten einde ook een eerlijke toegang en een efficiënt gebruik mogelijk te maken. Nou, in Nederland zijn 3 luchthavens slotgecoördineerd. Dat zijn Schiphol, Eindhoven en Rotterdam. En we zien ook in de praktijk dat er eigenlijk meestal 20% meer vraag is dan aanbod. Hè. Dus dat is ook, dat blijkt ook de noodzaak voor deze luchthavens. Ja. Wat van belang is, is dat het is natuurlijk een heel gereguleerd proces. Dat is ook vastgelegd in regels. En er zijn wereldwijde richtlijnen. En ook richtlijnen nog verder in de Europese slotverordening. En die wereldwijde richtlijnen, dat is ook een speciale slotboard die ook wereldwijd functioneert, waarin vertegenwoordigers actief zijn van luchtvaartmaatschappijen, de luchthavens en de slotcoördinatoren. Nou, hoe zit nou dat systeem, de rolverdeling binnen dat systeem in elkaar? Als eerste de landen of de lidstaat, zoals we dat hier vaak noemen. Die kunnen de luchthavens aanwijzen als slotgecoördineerd. En die bepaalt ook welke grenzen er worden gesteld vanuit de leefomgeving aan de capaciteit. Vervolgens is dan de luchthaven om die capaciteit ook daadwerkelijk vast te stellen. En dat doet zij op basis van technische factoren. Bijvoorbeeld hoeveel capaciteit er is op de landings- en startbanen. En hoeveel er zijn bijvoorbeeld. Operationeel. Dat is bijvoorbeeld hoe groot is het gebouw. Hoeveel mensen kunnen daar tegelijkertijd doorheen. Hoeveel mensen, actueel, hoeveel mensen staan bijvoorbeeld bij de security. En hoeveel kan de luchthaven bijvoorbeeld aan. En tenslotte ook de milieukant. En zoals in Nederland kunnen we ook wel bijvoorbeeld voor Schiphol een maximum aantal, bijvoorbeeld voor het aantal bewegingen wat daar plaats mag vinden. Dat is een voorbeeld van de milieugrens. Nou, vervolgens die capaciteit die de luchthaven heeft bepaald, die wordt vervolgens ter beschikking gesteld aan een slotcoördinator. En de slotcoördinator bepaalt wie welke slots krijgt. Die doet de toewijzing van de slots. Vervolgens zijn de luchtvaartmaatschappijen aan de beurt die opereren in de slots. En tot slot is het zo dat we ook wij en samen met de inspectie voor leefomgeving en transport, die zien ook toe op het gebruik van de slots. Want het is wel de bedoeling, als je een slot krijgt om 9:50 op dinsdag, dat je ook vliegt op 9:50 op dinsdag. En niet op een heel ander tijdstip, want dan zou het systeem natuurlijk alsnog niet goed gaan functioneren. Dus zo zit de rolverdeling in elkaar.
Dan naar de slotcoördinator in Nederland. Ja, die is aangewezen inderdaad door de lidstaat. Dat is opgenomen in de wet luchtvaart. Wij heten Airport Coordination Netherlands. Het is een Engelse naam, maar het is een volledig Engels gedomineerd vak ook wat we uitoefenen. We bestaan al enige tijd, sinds 1998. Onze rechtsvorm is publiekrechtelijk ZBO, publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan. En wat ook geregeld is in de wet luchtvaart is dat de minister, dat staat er netjes aan, die kan geen beleidsregels vaststellen met betrekking tot onze taakuitoefening en ook geen besluiten van ons vernietigen. En dat wil eigenlijk zeggen dat wij in die zin op inhoud een onafhankelijke invulling geven aan onze taak. En onze financiering is, die waarborgt ook onze onafhankelijkheid. Want die wordt gedragen door de luchthavens en door de luchtvaartmaatschappij. En zit een slotvisiesysteem ligt daar aan ten grondslag. We zijn ook lid van een Europese associatie en ook een wereldwijde associatie. En die is natuurlijk vooral gericht op kennisuitwisseling, geharmoniseerde toepassing. En het is ook erg van belang om ook te zorgen dat we dat wereldwijd en dat we ook zelf de toepassen. Want ja, een luchtvaartmaatschappij die geconfronteerd wordt met regels A en een andere set regels B. Die vliegen immers de hele wereld over. Hè. Dat is erg van belang om een harmonisatie te hebben. Ja. Voor ons gelden eigenlijk drie basisbeginselen die echt centraal zijn in ons werk. Wij zijn neutraal. Dus wij doen onze rol zoals die ons gegeven is, ook vanuit de wettelijke taak. Iedereen is voor ons gelijk. Tenzij in de regel staat dat we ongelijk mogen behandelen, bijvoorbeeld in de prioriteitsstellingen. Maar de basis is niet discriminerend. En verder transparant. Hè. Het is van belang om voordat de wedstrijd begint dat de spelregels helder zijn, want dan heb je gewoon vaak een verre wedstrijd. Hè? Dat geldt vooral ook in ons vak. Dan ingaand op de hoe gaat dat nou, die toewijzing van slots nou in zijn werk. Er zijn regels voor. Die regels die zijn voor ons verankerd in de Europese slotverordening. En die hebben wij gewoon uit te voeren. En dat komt er eigenlijk op neer dat we nadat we de capaciteitsdeclaratie hebben ontvangen, we weten wat de voor ons beschikbare slots zijn voor toewijzing, dan is de eerste stap is dat we alle slots waar een historisch recht op zit, die dus helemaal goed gebruikt zijn door de luchtvaartmaatschappij in voorgaande seizoenen, dat we die toewijzen. Ja, we kunnen heel even wachten. Het is de bel die eigenlijk de Kamerleden oproept dat de plenaire vergadering gaat beginnen om 9:45. Dus we kunnen even wachten. Hij is zo afgelopen. Dank u wel voor uw geduld, meneer Thomas. U kunt uw betoog vervolgen. Ja, dus nadat wij weten wat de beschikbare slots zijn voor toewijzing, dan delen wij eerst de slots toe die een historisch recht bezitten. En dan als tweede stap, dan ontstaat er wat wij noemen een zogenaamde slotpool, van de overige slots die nog voor verdeling beschikbaar zijn. En dan, die wordt eigenlijk verdeeld in een deel voor nieuwe toetreders en een deel voor bestaande luchtvaartmaatschappijen. En wat goed om te beseffen, nieuwe toetreders is niet iemand die compleet nieuw is, maar dat is eigenlijk een partij die heel klein is in aandeel op de luchthaven. Dus maar over een paar slots beschikt, dat kan ook een nieuwe toetreder zijn. Het is niet absoluut nieuw, is niet per se noodzakelijk. Dan ontstaan er eigenlijk twee bakken.
En dan gaan we kijken van, ja, wie heeft, zou daar dan prioriteit in hebben? Want er zijn vaak meer aanvragen per deel dan dat de capaciteit is. En dan is geregeld en dat operaties die jaar rond zijn, dus die elke dag gewoon netjes vliegen of elke week vliegen, dat die dan voorrang krijgen boven niet jaar rond, maar een gedeelte van het seizoen vliegen. Het kan zijn dat we er dan nog niet uit zijn, dat er alsnog meer slots zijn, over zijn dan op basis van deze criteria. Dan hebben we nog een derde stap waar we dan zitten. Dat is namelijk dat we dan kijken naar hoe goed scoren nou die slotaanvragen op een combinatie van factoren. Daar zitten in connectiviteit of ook wel netwerkkwaliteit, zoals we het hier ook al noemen. Of wel iets toevoegt aan de concurrentie. Bijvoorbeeld iemand die als tweede airline op een bestemming bijvoorbeeld gaat vliegen. Ook bijvoorbeeld de leefomgeving. En dat hebben wij dan vertaald naar een stil of minder stil vliegtuig mee gevlogen gaat worden. En ja, als een slotaanvraag goed scoort op meerdere van deze factoren, heeft hij meer kans om toegewezen te worden dan niet. Deze laatste stap is specifiek voor Nederland uitgewerkt. Dus die hebben wij nu net geïntroduceerd als slotcoördinatie. Omdat we zagen ook dat er daar ook wel behoefte aan is om ook op die manier ook te kunnen sturen. Maar het is wel van belang om te beseffen dat binnen de huidige regels, dat gaat op deze plekken en dat heeft nog geen, dat kan bij spreken niet op een eerste plek zijn. We hebben ook eerst een beleidsregel gemaakt waarin dit opgenomen is, waarin we de connectiviteit en netwerkkwaliteit meer centraal stelden. Dus dan kwam er eigenlijk, als je daar niet goed op scoorde, dan lukt het bijna niet om een slot te krijgen. Dat is ook aangevochten door een aantal airlines en de IATA, de koepelorganisatie, van ja, dat ontneemt ons te veel de vrijheid ook, om te kunnen ondernemen en te beslissen waar we heen willen vliegen. En de rechter heeft ook geoordeeld dat ook te selectief is. Dat binnen de huidige regels zoals die zijn, dat het alleen kan op een combinatie van die factoren, maar het is niet mogelijk op grond van die regels één factor bijvoorbeeld daarin centraal te stellen. Dus dat is ook van belang om te weten dat het ook een rechtig toets is. En zoals de regeling nu is, dan is die zoals die hier nu beschreven. Dan nog een aantal elementen die ook wel van belang zijn. Wat is nou precies een slot? Een slot is eigenlijk de toestemming om op een bepaald moment gebruik te maken van de luchthaven. En dat betekent dat luchtvaartmaatschappijen vrijheid hebben ook in het kiezen van de route die ze willen vliegen of met welk vliegtuig ze willen vliegen of welk type markt ze bedienen. Lijndienst of charter of leisure of vracht. Het kan wel zo zijn dat er soms bijvoorbeeld een parameter is afgegeven door een luchthaven die bijvoorbeeld zegt, nou ja, we kunnen niet te veel passagiers tegelijkertijd hebben die ook de douane door moeten, non-Schengen bijvoorbeeld. Dus dan is er bijvoorbeeld een maximum gesteld aan bijvoorbeeld zoveel vluchten per uurblokken die dan afgewikkeld mogen worden. Maar de essentie is het eigenlijk, daar zit wel de vrijheid in en dan, van de luchtvaartmaatschappijen. Nou, wat ook van belang is, is dat alles loopt via de pool. Dus als een slot niet meer nodig is voor een luchtvaartmaatschappij, dan gaat hij terug de pool in. En dan krijgt degene die dan conform de voorrangsregel als eerste aan de beurt is, krijgt dat slot. En dat is de basis van het systeem. Dit is bijvoorbeeld niet mogelijk in slots te handelen of slots te verhuren aan partijen. Het is hier zeer restrictief geregeld wanneer slots overgedragen mogen worden aan een andere partij. Bijvoorbeeld in het kader van de overname. Maar dat zijn de uitzonderingen. De kern is via de pool. En de eerste die aan de beurt is, krijgt dan het slot. Dan tot slot iets over de toekomst. Kijk, waar wij nu als slotcoördinator mee te maken krijgen, is een situatie waarin, ik noem een soort kanteling plaatsvindt, hoe het tegen de luchtvaart wordt aangekeken. En kijk, als we kijken naar de afgelopen decennia, is het beleid van de luchtvaart gericht geweest op het mogelijk maken van de ontwikkeling van de burgerluchtvaart. Dat is eigenlijk direct na de Tweede Wereldoorlog. Is dat vanuit de Verenigde Naties is dat zo
opgezet. Nou, dat heeft de wereld denk ik ook een stuk dichter bij elkaar gebracht. Er zijn allerlei afspraken over luchtvaartrechten, over belastingen, maar ook over slotcoördinatie en welke regels daarvoor worden gehanteerd. De slotcoördinatie is ook in dat perspectief, hè, je kent ook het, zeg maar, het paradigma, wat het basisuitgangspunt wat daarin zit. Dat zit nu nog in de regelgeving en dat heeft te maken, en dat, ik heb het even gewoon maar geciteerd cursief, hè? Dat is gewoon wat letterlijk in de regel staat, hè? Dat het eigenlijk niet een oplossing is voor een fundamenteel probleem van gebrek aan capaciteit, maar dat het eigenlijk een tussenoplossing is en dat er eigenlijk altijd uit wordt gegaan van dat ook de capaciteit verder wordt uitgebreid, hè? Ten einde te voldoen aan de vraag die er is in de markt. Dat is het basisuitgangspunt van de slotcoördinatie. Nou. En zoals wij daarnaar kijken, is dat het gaat schuren, dat basisuitgangspunt, met de situatie zoals dat nu ook is. En wij pleiten er ook dan voor om dat ook in de regels voorzien gaat worden in een situatie dat er sprake is van stabilisatie, dan wel krimp. Waarbij ook echt ook vragen aan de orde zijn of beantwoord moeten worden. Bijvoorbeeld, hoe willen we omgaan met als niet alle slots met historisch recht toebedeeld kunnen worden? Willen we ook nog plek geven aan nieuwe toetreders of niet? Willen we, als er dan beperktere capaciteit is, ook kunnen sturen op bepaalde doelen die we daarmee hebben of niet? Ja. En het is ook goed om te beseffen dat Nederland eigenlijk het eerste land is in de wereld waar dit zo speelt. We hebben ook warme belangstelling van de collega's in de wereld daarin. En het is van belang dat Nederland ook die discussie ook gaat voeren in Europees verband en eventueel ook in wereldwijd verband, daarom wat ons betreft. Wat wij zullen gaan doen als slotcoördinator, want wij verwachten niet dat die regels er zullen zijn voordat wij mogelijkwijs te maken krijgen, ook met de situatie, met de aankondiging van dit kabinet. In een reductie van de capaciteit. Dus wij zullen wel een beleidsregel gaan opstellen hoe wij in ieder geval als een soort overbrugging invulling zullen geven hieraan. Want als bestuursorgaan uiteindelijk minder capaciteit ter beschikking gesteld krijgen, dan zullen wij als bestuursorgaan uiteindelijk ook moeten handelen en toewijzen. En wij zullen die regels ook uit oogpunt van transparantie natuurlijk ook vooraf bekend gaan maken. Maar uiteindelijk is het natuurlijk is het beter als dat ook geregeld wordt. Ook in een proces van besluitvorming binnen Europa. Tot zover mijn toelichting ook op de slotcoördinatie en ook een vooruitblik naar de toekomst. Dank u wel, meneer Thomas. Dat was een klip en klaar verhaal. Ik heb een korte vraag nog even. Zouden wij deze handout toegestuurd kunnen krijgen via onze griffier? Is dat mogelijk? Vanzelfsprekend. Via het verspreiden. Dank ja, u wel. Vanzelfsprekend. Dank u wel. En dan weet ik niet of uw collega, meneer Van der Els, als manager van de slotcoördinatie en ook monitoring, of hij nog iets wil toevoegen of iets wil zeggen, dan mag dat uiteraard. Niet voor dit moment, dank u wel. Oh, is goed, meneer Van der Els. Dan gaan we over naar de zijde van de Kamer. Meneer Alkaya, aan u het woord. Ik stel gewoon voor om in eerste instantie gewoon twee vragen te stellen. En gezien de opkomst wat lager is er vast nog wel ruimte voor meer. Maar als we met twee beginnen, alstublieft. Meneer Alkaya, en hij is van de Socialistische Partij. Ja, voorzitter, dank u wel. En dank voor de presentatie. Heel helder inderdaad. Ook goed dat we die handout nog krijgen, anders was dat mijn eerste vraag geweest. Dus dan levert dat weer ruimte voor twee andere vragen. Ik heb drie vragen, maar dan zal ik beginnen met twee. Allereerst, we hebben ook gesproken met Schiphol meerdere keren. De CEO eerst en laatst met de COO. En daarbij was mijn vraag ook van wat is er nou precies misgegaan? Waarom het zo wanordelijk verloopt dat mensen een vlucht kunnen boeken en vervolgens blijkt er toch een gebrek aan capaciteit te zijn en dat er allerlei vluchten weer geannuleerd moeten worden. Wat is daarin misgegaan? Is dat die eerste stap dat de luchthaven de capaciteit verkeerd heeft bepaald en jullie dus een verkeerd cijfer heeft gegeven van wat de capaciteit is? Of kunt u ons daarin meenemen? Dat is mijn eerste vraag. Tweede vraag is, stel inderdaad dat wij meer criteria zouden willen toevoegen of aan jullie zouden willen meegeven bij het toewijzen van die slots. Bijvoorbeeld
bestemming. Dat wij minder prioriteit geven aan bestemmingen dichtbij. Of bijvoorbeeld luchtvaartmaatschappijen. Dat wij luchtvaartmaatschappijen die slecht omgaan met hun personeel ook minder prioriteit zouden willen geven. Waarin zouden wij dat dan moeten regelen? Moet dat in de Nederlandse wet? Moet dat in de verordening? Of kunnen jullie dat in een beleidsregel ook regelen? Dank u wel. Dank u wel. De Akaya namens de Socialistische Partij. Welkom, mevrouw Van der Plas. Ze is van de BBB. Fijn dat u er bent. Dat wilde ik ook al vermeld hebben, dat de leden die er niet zijn, of ze luisteren en kijken zelf digitaal, of ze laten inderdaad hun rechterhand, hun adjunct, meekijken of luisteren. Meneer Koerhuis, en hij spreekt namens de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie. Ja, dank u wel. Ja, twee vragen. Ja, in ieder geval ook dank aan de heren voor het komen op zo'n korte termijn, ook zo snel achter na het debat en voor de plenaire afronding van het debat. Dus dit gaat heel erg helpen in die voorbereiding van de plenaire afronding. Ik heb ook wel een aantal vragen. Ik heb heel erg geschikt zitten kijken naar het ene slide over hoe slots worden verdeeld. Ik heb wel een vraag over die eerste stap. Toewijzing van aangevraagde slots met een historisch recht. Hoe gaat dat binnen dat historisch recht? Want wat nou als als door capaciteitsproblemen, ja, ofwel door te weinig beveiliging, ofwel doordat dat de minister aankondigde dat er minder vluchten kunnen komen. Er gesneden gaat worden in historische rechten. Hoe wordt er dan gekozen binnen die historische rechten? Heb ik in ieder geval een hele debat over gehad met de minister. Is het dan last in, first out, zeg maar? Of wordt daar wat anders nagekeken? En ik heb nog wel een vraag over in hoeverre we kunnen sturen op netwerkkwaliteit. Dat staat nu pas als laatste bullet. Mijn vraag zou zijn, hoe zit dat ook in die eerste stap? Wat de heer Alkaya ook zei, kan dat wat naar voren worden gehaald? Dank u wel, meneer Koerhuis. Mevrouw Kreuger, ze spreekt namens GroenLinks. Dank u wel, voorzitter. Mijn eerste vraag gaat eigenlijk over dat ik in een interview in mei van de heer Thomas in Luchtvaartnieuws las dat er al werd nagedacht over hoe die krimp te faciliteren. Dus op welke manier ga je nou die krimp faciliteren? Op basis waarvan gaan er slots afgenomen worden en welke mogelijkheden zijn ertoe? Dus ik ben heel benieuwd hoe het denken sinds mei gevorderd is op dat punt. En mijn tweede vraag is eigenlijk, wij hebben in 2018 een motie aangenomen gekregen in de Kamer om eigenlijk juist Europees ook in te zetten op slotcoördinatie op basis van en netwerkkwaliteit en duurzaamheid. Twee kernankerpunten wat ons betreft voor de luchtvaart. En ik ben heel benieuwd de reflecties op hoe nou in die Europese discussie ook collega's van de heer Thomas, hoe kan je nou netwerkkwaliteit en duurzaamheid gewoon als parameters meegeven in de slotcoördinatie? En welke kansen liggen daar? Dank u wel, mevrouw Kreuger. En dan mevrouw Van der Plas. Ze spreekt namens de Boer-Burgerbeweging. Ja, dank u wel. En excuses dat ik wat later was, maar er was een kringloopwinkel die haalde spullen op in een heel smal straatje in Den Haag. En daar kan je geen kant meer op in deze stad. Dat is zodoende. Maar ik heb meegeluisterd in de auto. Ik hoorde u zeggen, wij gaan wel een beleidsregel opstellen. Ik was benieuwd of u daar al wat over kan zeggen, of u dat wat meer kan toelichten. En mijn tweede vraag is, wat ik een beetje begreep uit het verhaal, is, als Nederland zijn we eigenlijk de enigen nu die hiermee te maken hebben. Andere Europese en wereldwijde luchthavens speelt dit nog niet. Wat voor mij aangeeft dat er weer bovenwettelijke regels komen, waardoor de concurrentie in meer sectoren, concurrentiepositie van Nederland wat verzwakt wordt. En mijn vraag was, wat kunt u zeggen wat voor gevolgen dat heeft, zeg maar, voor onze positie als luchtvaartland in Europa en in de wereld, maar ook zeker over de economische situatie. Ik weet niet precies of dat een vraag is die u kunt beantwoorden, maar voor zover dat kan, zou ik dat graag willen weten. Dank u wel, mevrouw Van der Plas. En als de leden mij toestaan, ik heb ook nog twee korte vragen. En meneer Koerhuis kan als coalitiepartij even de orde bewaken. Maar ik heb allereerst de vraag, en daarom was ik ook mede indiener van
voor het verzoek om dit gesprek. Dat heeft te maken met een aparte slotpool voor het vrachtverkeer, luchtvrachtverkeer. Ja, we maken ons erg zorgen om 3% maar van de belasting, maar wel 35% economisch belang ook. Dus en daar had ik graag een reactie op hoe daar rekening mee wordt gehouden. Of die slotpool apart voor het luchtvrachtverkeer niet mogelijk is. Dat zei de minister dat het niet mogelijk was. En ik wil ook als tweede en laatste vraag, zou ik graag willen weten van de overroeling. Kijk, de regering, ik draai al heel lang mee in die luchtvaartcommissie. Die zeggen altijd, ja, maar we mogen dat niet van de Europese Commissie en de Europese Unie. En we mogen dat niet van de slot. En de slotcoördinator kunnen we niet overroelen. En ik vraag me af, als het om nationaal belang gaat en het gevaar komen van het nationaal belang, of dan wel een en ander overroeld kan worden en op welke manier. Dank u wel. En dank u wel, leden, dat u me dat heeft toegestaan. En dan geef ik meteen weer het woord aan meneer Thomas. Ik neem aan dat u gaat beantwoorden, alsjeblieft. Ja, goed. Dank u wel, voorzitter, voor alle vragen. Als eerste de vraag rondom de zomerdrukte. Wat is er misgegaan? Hè? Ja, dat is eigenlijk iets wat geheel buiten het domein van de slotcoördinator is. Want dat gaat over het beschikking stellen van de capaciteit. Wat voor ons geldt is, wij zijn op een gegeven moment mee geconfronteerd, hè, dat die capaciteit die Janssen gedeclareerd is niet geleverd kon worden. En toen hebben wij een soort procedure voor een tijdelijke capaciteitsreductie. Die is ook opgesteld door die World Allocation Slot Board. Die hebben we gehanteerd. En dat komt er eigenlijk op neer dat, ja, dat iedereen proportioneel zijn pijn moet pakken. En dat hebben wij ook even uitgerekend en meegedeeld aan alle maatschappijen van wat er te doen was om aan die nieuwe beperktere capaciteit invulling te geven. En dat hebben we dus voor de zomermaanden gedaan en we hebben het nu net ook uitgegeven voor de wintermaanden. Ja. Dat is onze rol daar dan in. Ja. Dan even over ten aanzien van de criteria die meegewogen kunnen worden. Wij hebben de mogelijkheid om, wat ik al zei in deze stap, in die laatste stap, een aantal criteria mee te geven. Die zijn wel benoemd welke dat precies zijn. Bijvoorbeeld als het gaat om de arbeidsomstandigheden van de luchtvaartmaatschappij. Dat is niet een criterium wat daarin bijvoorbeeld opgenomen is nu. Dus daar kunnen we dus ook, hoezeer dat misschien zelf van zouden willen, maar daar kunnen wij gewoon geen rekening mee houden. Dat is eigenlijk de kern van het antwoord. Nou, en dan op de vraag van meneer, misschien ook gelijk dan een vraag van meneer Koerhuis, ook in het verlengde daarvan. Meneer Thomas, ik stel wel meneer Alkaya aan de gelegenheid om even te reageren op zijn vraag. Ja, voorzitter, dank u wel daarvoor. Mijn vraag was wel heel specifiek, van stel dat we dat wel zouden, u wel die mogelijkheid zouden willen bieden. Hoe kan dat dan het beste? Staat de verordening dat toe, dat wij het in de Nederlandse wet wijzigen? Of zouden we dat zelfs buiten de wet om kunnen regelen? Of moeten we die verordening aangepast zien te krijgen? Meneer Thomas. Ja, het is niet mogelijk om dat nationaal te regelen. Dat moet Europees geregeld worden. Dank u wel voor de beantwoording. Dan gaan we nu naar meneer Koerhuis toe. Naar de vragen van meneer Koerhuis. Alsjeblieft, meneer Thomas. Hè. Ja. We gaan naar meneer Koerhuis. Dan even bijvoorbeeld. Even een aanvulling erop. Hè. Dus ook, kunnen we netwerkkwaliteit bijvoorbeeld een prominentere plek geven daarin? Nou, als je kijkt naar deze toewijzing van slots, dan is het zo dat dit staat in de Europese of in de regelgeving. Dus wij kunnen niet, zeg maar, deze criteria en ook de volgorde daarin is voor ons mogelijk om niet te wijzigen. En wij hebben, wat ik al zo zei, in de derde stap hebben wij eerst een voorstel gemaakt voor criteria waarbij we ook netwerkkwaliteit een prominente positie gaven. Maar daarvan heeft de rechter gezegd, fijn dat u dat wilt, maar de huidige regels bieden daar nu geen mogelijkheid voor. En dat kort geding hebben wij, dus een kort geding, dat hebben we ook verloren ook op dat punt. Hè. Dus even goed om dat te beseffen. Dus dat is ook een rechter getoetst daarin. Dus dat betekent dat we als het gaat om netwerkkwaliteit, dat we dat
Ja. Dat we dat helaas niet voorop kunnen zetten. Ook niet als eerste criterium. We zullen het moeten doen in die derde stap die daar staat. En dat je goed scoort op een combinatie van factoren. Ja, het is zoals het is. En het is ook echt in rechten getoetst. Ja. Heer Koerens, u wilde hier graag op reageren. Ja, ik had ook die vraag over als er gesneden wordt binnen die historische rechten. Is het dan last in, first out? En ik vind het nog wel interessant waar de discussie een beetje heen gaat. Er zijn wereldwijde afspraken hierover gemaakt, begrijp ik? Of is het echt alleen Europese afspraken die ons beperken? Ja, meneer Thomas. Ik zou eerst op uw eerste vraag ingaan ten aanzien van de historische rechten. Kijk, dat is nu niet uitgewerkt in de regelgeving hoe daarmee omgegaan moet worden. Dat betekent dat wij, mochten wij daarmee geconfronteerd worden, en dat is zeer waarschijnlijk begin is wel volgend jaar, dan zullen we daar toch invulling aan moeten geven. Wij zijn op dit moment, dat is ook een vraag van mevrouw Kreugel, ook wat ik ook al toen in mei al aankondigde, bezig om daar een inhoudelijke invulling aan te geven. We zijn midden in dat proces. Met een aantal scenario's. Dat is ook een invulling van uw motie die recent aangenomen is in de Kamer. Om te komen tot de methodiek daarvoor. En wij zijn ook gevraagd door de minister om ook invulling te geven aan die motie door het maken van de methodiek daarvoor. Ja. En ik voel me nu niet in de positie om inhoudelijk vooruit te lopen op de uitkomsten daarvan. Van waar we nu staan, want we zijn echt midden in het ontwerpproces met allerlei concepten en varianten, et cetera. En die zijn we aan het bestuderen en het kwantificeren en aan het overleggen met de sector. En het past niet om daar op dit moment inhoudelijk op vooruit te lopen. Wij verwachten dat we daar in begin volgend jaar, in februari, maart, dus duidelijkheid zullen gaan geven aan de markten. En hoe dat er dan uit gaat zien. De spelregels die we zullen hanteren, mochten niet alle slots met historische rechten toebedeeld kunnen worden. Mevrouw Kreuger? Heel even dat ik het goed begrijp. Dus er wordt nu een methodiek bedacht, ontwikkeld, om die krimp waarop gekoerst gaat worden, namelijk die 440.000 vluchten, te faciliteren. Klopt? Ja? En de parameters van dat model, dat wordt bepaald door de slotcoördinatie in overleg met de luchtvaartsector. Of is daar nog een soort publieke weging bij? Meneer Thomas. We hebben daar nu geen publieke weging bij georganiseerd. Dus wat wij nu doen is dat wij... uiteindelijk zijn wij er verantwoordelijk voor. Dus wij maken een voorstel daarvoor. Wij informeren daar de luchtvaartsector. Maar we hebben bijvoorbeeld ook gesproken met de Omgevingsraad Schiphol daaromtrent. Om zo breed mogelijk ook de opvattingen die leven te kunnen delen. En uiteindelijk zullen wij vanuit onze verantwoordelijkheid onze markt opmaken en tot een regel komen. Mevrouw Kreuger? En is in die regel, is het daarin dan mogelijk om enige sturing te hebben op netwerkkwaliteit, duurzaamheid? Meneer Thomas. Dat is een van de varianten die nu onderzocht wordt. Dan nog even, u had nog even een derde vraag, eigenlijk nog even Europees wereldwijd. Wij zijn in directe zin gebonden aan de Europese slotverordening. En in de Europese slotverordening is opgenomen dat we ook tevens de rekening dienen te houden met de wereldwijd vastgestelde richtlijnen. Dat is eigenlijk een indirecte binding eraan. En als hier met elkaar een conflict zijn, volgen we altijd de Europese slotverordening. Maar wat we zien ten aanzien van deze criteria, dan zijn die gewoon wereldwijd en Europees gelijk. Maar uiteindelijk is het van belang dat het dat voor de lidstaat Nederland, dat het in de Europese slotverordening tot stand komt. Dus, Wilt u hier nog op reageren, meneer Koerens, of niet? Want ik zie u bedenkelijk kijken. Ja, mevrouw van der Plas heeft ook nog wat vragen gesteld. Anders kom ik gewoon, als er straks nog een ronde is, nog op een Zeker, we hebben vast nog wat tijd over. Mevrouw, dan gaan we nu luisteren naar de beantwoording van de vragen van mevrouw van der Plas. Klopt dat? Ja.
De microfoon. Ja, de microfoon staat uit. En dat heeft ook met het camerabeeld meteen te maken. En ook het geluid natuurlijk voor de mensen thuis. Dank u wel, voorzitter, voor het attenderen erop. Als het gaat om de reflectie op die motie 2018, netwerk, kwaliteit, duurzaamheid. Ja, dat is natuurlijk wel een... Wij zullen daar nu... Dat is eigenlijk niet aan de slotcoördinator. Wij zullen wel natuurlijk in het kader van deze reductie die nu aandient... Hè, wel een spelregel moeten maken daarvoor. Maar het is natuurlijk, wat ik ook al zei, het is natuurlijk het beste... als dat natuurlijk uiteindelijk ook gewoon in de regelgeving wordt opgenomen. Dat is natuurlijk veel beter, hè, dan dat wij dat natuurlijk als orgaan zelf moeten doen. Ja. U stelde de vraag iets anders, hè? Mijn vraag was eigenlijk of... kijk, dit is natuurlijk idealitair iets wat in de Europese regelgeving geldt. Want dan geldt het ook voor alle luchtvaartmaatschappijen en vliegvelden. Dus of u in uw rol beeld heeft hoe dit in andere Europese slotcoördinatoren... of er toch handen en voeten gegeven kan worden aan Europese regels... om netwerkkwaliteit en duurzaamheid een criterium te maken in de slotallocatie. Heer Thomassen. Ja, wat kan ik ook nog vertellen is dat wij nu ook als slotcoördinatoren... daar de discussie ook aan het voeren zijn in Europees verband. Ook omdat de Europese Commissie nu ook de herziening van de Europese slotverordening... dat proces feitelijk gestart is met een publieke consultatie... En wij zullen dus ook vanuit de Europese slotcoördinatoren ook een input geven aan dat proces. En deze elementen die maken daar onderdeel uit van. Ja? U mag uw beantwoording vervolgen, meneer Thomas. Ja. De vraag van mevrouw Van der Plas, even de stand van zaken ten aanzien van de beleidsregel. Dat heb ik net toegelicht waarmee we daar komen. Dan als het gaat kijken wat de gevolgen voor de positie in Nederland voor de krimp. Ja, dat is een vraag die niet aan de slotcoördinator is om te beantwoorden. Ja, dat is niet mijn verantwoordelijkheid. Dus, ja. Mevrouw Van der Plas, wil u daarop reageren? Ja, had ik wel een klein beetje verwacht natuurlijk. Maar ik dacht misschien dat u er toch wat over kan zeggen. Maar misschien kan de heer Thomas dan iets zeggen over in hoeverre dit... wel gaat spelen, zeg maar, binnen Europa. Heeft u daar contact over met andere landen, bijvoorbeeld? In hoeverre wordt dit dan een issue in Europa? Counterparts. Ja, de slotcoördinatoren in Europa verwachten ook dat het in hun landen op termijn een issue gaat worden. In het ene land zal dat sneller gaan dan in het andere land. Vandaar dat ze ook met zeer veel interesse ook de situatie in Nederland volgen. En wij wisselen dat ook zeer intensief ook uit met de collega's in Europa. Ja. Nog één aanvullende vraag, maar ik neem aan dat de ACNL dan wel voorziet dat als Nederland daarin voorop loopt, zeg maar, dat er dus inderdaad wel gewoon ook vluchten, zeg maar, over de grens zullen gaan vermeerderen. Als het hier moet krimpen, dan gaat het de grens over. En dan heb je misschien ook grote kans dat het in de grensgebieden, hè, gaat toenemen. Tussen dorpen, Aken, noem maar op. Klopt die waarneming? Of? Ja, kijk, dat is verder aan de luchtvaartmaatschappijen. Zij hebben de vrijheid om hun eigen bedrijfsvoering te doen. En ook eventueel vluchten vanuit andere locaties doen. Of daar nieuwe vluchten ontwikkelen. En het is een open markt. Ja. Mevrouw Van der Plas. Ja, dan het is eigenlijk nog maar een opmerking. Want dat heb ik vaak met dit soort onderwerpen. Hè. Hoewel natuurlijk elke sector moet wel evenredig zijn bijdrage leveren. Die discussie speelt natuurlijk hier heel erg. Maar goed, mijn slotopmerking is dan eigenlijk dat... Ja, ik vraag me altijd af, wat schieten we er nou wereldwijd mee op qua klimaat als we iets verplaatsen naar het andere land? En als je in de Duitse regio zit, er staat geen koepel om Nederland heen. Dus, maar goed, dat is mijn eigen overweging. Meneer Thomas, u mag hierop reageren als u nog wil. Nee. Nee, niet. Nee, ik beschouw het ook als een opmerking. En, ja. Zo werd het ook geformuleerd. Ja, met alle respect overigens. Dan heb ik nog de vraag van u, voorzitter, meneer Groos. Dat gaat over de vrachtpool. Daar is ook denk ik, veel over gesproken. En het is ook best wel, ik denk eigenlijk voor elk van de
van de sectoren. Dus dat kan ook de leisure zijn, of de vracht, of de hubfunctie. Ja, bij een krimp, ja, dan wil je ook wel natuurlijk zorgen dat je jouw sector, jouw deel, ook in voldoende mate ook ruimte nog blijft krijgen. Zo ook voor vrachten. En uiteindelijk hoe dat in de capaciteitsrelatie uiteindelijk tot uitdrukking komt, dat is echt aan de luchthaven, zeker de lidstaat. Ik kan er wel vanuit mijn verantwoordelijkheid iets over zeggen. En dat is namelijk dat wij altijd zullen toetsen op die basisbeginselen. En dat betekent dat als bijvoorbeeld een vrachtpool ontstaat, zeg maar een zuivere vrachtpool, waarbij de slots die daar dan in zitten, of de aanvragen die ermee te maken krijgen, zeg maar ook als eerste worden toegedeeld, dan is dat eigenlijk een andere prioriteitsregeling dan de prioriteitsregeling zoals die opgenomen is in de verordening. En dat betekent dat wij die dus niet kunnen uitvoeren als zodanig. Dus ook al zou die op die manier gedeclareerd worden, en of dat wel of niet kan, daar is veel discussie over, maar daar gaat het niet over. Maar wij zullen altijd, want daar hebben wij immers ons aan te houden, aan de spelregels zoals die staan in de slotverordening. En die kunnen niet omzeild worden in een bepaald construct. Dus ik denk dat dat erg van belang is voor de partijen die ook aan het nadenken zijn over hoe kunnen we nou, zeg maar, vracht een plek geven. Dat denk ik erg belangrijk is om dat te beseffen. Die verantwoordelijkheid kunnen wij niet nemen om die spelregels te gaan omzeilen. Dus dat is wat we wel hebben ingebouwd, maar dat is dat we in die aanvullende allocatiecriteria, dat zeg ik dat is die derde stap. Als er een grote disbalans zou ontstaan op een gegeven moment tussen de verschillende marktsegmenten, dan kunnen wij wel, zeg maar, wat we noemen een extra checkmark, een extra vink meegeven aan die slotaanvragen die, zeg maar, dan die disbalans eventueel herstellen. En dan kom je iets hoger in de prioriteitsstelling. Maar dat wil nog niet zeggen dat de slotaanvragen aan zich natuurlijk... Maar dan heb je wel meer kans om in ieder geval in aanmerking te komen voor slots uit de slotpool. Dat is het enige wat wij nu kunnen betekenen voor ons zijn alle marktsegmenten ons even lief. Maar mochten we zeker de vracht helemaal wegzakken, dan zouden we dat eventueel nog kunnen introduceren. En dat geeft dan een iets hogere prioriteitsstelling. Ja, maar een volledige bescherming. Als dat er zou zijn, dan zullen we altijd toetsen aan die basisbeginselen en die allocatiecriteria zoals die er nu zijn. Dan, ja, kan de slotcoördinator overroeld worden? Ja, dat is een vraag waar ik natuurlijk zelf niet over ga. Maar zoals ik het systeem heb begrepen, is er niet voor niks. Hè? Natuurlijk, op Europees niveau is dit geregeld. Om ook een gelijk speelveld natuurlijk voor alle airlines en alle landen ook te creëren. En ik denk dat het heel belangrijk is om binnen Europa ook nu met wat ik kijk, schets over de toewijzingen of over de toekomst van de regelgeving, om te kijken, ja, welke belangen zijn nou in de individuele landen aan de orde en dat het ook daar ook enige ruimte aan gegeven gaat worden. Zonder dat dat tot een weerwaar van allerlei lokale afspraken gaat gelden. Want ja, dat dient uiteindelijk ook niet de markt. Dus ik denk dat het heel goed is om die inbreng ook. En ik heb dat ook al begrepen van de minister dat hij dat wil doen. Hè, om dat ook in de herziening van de slotverordening aan de orde te stellen. Dat is in antwoord op uw vraag. Ja. Dank u wel, meneer Thomas. Als meneer Koers wel even de orde een beetje kan waken. Want ik wil toch nog één vraag stellen als de leden me toestaan. Ik had eigenlijk de vraag misschien iets anders moeten stellen. Een groot deel van de Kamer maakt zich ernstig zorgen over luchtvrachtverkeer. Dat heel erg in de knel gaat komen door de krimp. En mijn vraag is aan de minister geweest van, ja, hoe dat toch geborgd kan worden. Maar een minister verwijst heel snel naar de slotcoördinator, dus naar u. En ook naar de Europese Commissie. En nu was eigenlijk mijn vraag, misschien dat ik het anders moet stellen, niet zozeer het overroelen van, maar als een nationaal belang in gevaar komt, dan kunnen lidstaten kunnen zeggen, nou luister Brussel, bekijken maar dit gaan we niet doen. Frankrijk heeft dat ook een paar keer al gedaan, op andere dossiers. Dus mijn vraag is eigenlijk, is het dan aan u opgedragen, met uw counterparts binnen Europa, of moet dat dan echt via de Europese Commissie? Dat is mijn vraag, als het om die slots gaat en ook om die luchtvrachtslots. Dank u wel, leden. Ik kan me niet anders voorstellen dat dat dan
op zijn minst afstemming behoeft met de Europese Commissie. Maar die situatie is mij ook eerlijk gezegd... Ik ken hem ook niet. Dus dat zou voor mij dan een novum zijn. Hè? Dat nationaal belang boven zeg maar een slotverordening... Hè? Die in principe directe rechtswerking heeft... Hè? Ook in Nederland. Ja, dat lijkt me een lastige, maar ik ken niet het recht in al zijn finesses op dat punt. Meneer Thomas. Leden, er zijn nog een dikke tiental minuten over. Dus meneer Alkaï, heeft u nog aanvullende vragen of nabranders? Geen uitbranders, alstublieft. Zeker, maar die heeft u van mij nauwelijks gezien, volgens mij, voorzitter. Dus ook vandaag zal ik me daar proberen weer aan te houden. Eén laatste vraag. Kunt u, is mijn vraag aan de heer Thomas, schetsen hoe er internationaal hiermee wordt omgegaan? Want wij zien bijvoorbeeld dat in het Midden-Oosten veel home carriers met staatssteun werken. Werken die slotcoördinators in al die landen dan wel volgens u ook... volgens het boekje? Is er mogelijkheid om daar toch enigszins van af te wijken? Want ik vraag me ook af bijvoorbeeld hoe uw relatie met KLM is. Onze nationale luchtvaartmaatschappij. Heeft die een of andere voorkeurspositie of helemaal niet? U mag meteen beantwoorden, meneer Thomas. Ja, als ik kijk naar de collega-slotcoördinatoren... we werken allemaal met dezelfde regels. En ik heb geen enkele aanwijzing dat de slotcoördinatoren mijn collega's dat op een andere wijze hanteren zoals we dat hier doen. Als het gaat om de KLM, ja, voor ons is iedere luchtvaartmaatschappij gelijk. Dus dat betekent dat er geen focuspositie is voor KLM. Er kan alleen een focuspositie zijn. KLM kan natuurlijk wel slots krijgen, hè, op grond van de criteria die er zijn. En bijvoorbeeld bij een recente toewijzing hebben ze best veel extra slots gekregen. Hè. Dus, maar dat heeft te maken dan met bijvoorbeeld dat ze jaar rond vaak opereren. Hè, waar ze natuurlijk heel sterk in zijn. Ja. Maar dat is op basis van zo'n criterium. Ja. Ter elkaar? Nee, voorzitter, helder. Als daar helemaal geen aanwijzingen voor zijn dat daar internationaal anders mee wordt omgegaan, dan ik kan dat niet controleren of je zegt, maar het beeld is vaak anders. Vandaar dat ik die vraag stelde. Dank u wel. Meneer Koerhuis? Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik heb wel wat vragen. Waarom kan die vrachtpool dan niet? Want de slotverordening begrijp ik, dus je voorziet niet in dit voorgenomen besluit van de minister. Het snijden in historische rechten. Het lijkt onontgonnen gebied. Maar ja, als het onontgonnen is... Ja, waarom kan dan een vrachtpool niet vanuit de ACNL bekeken? Of vanuit Nederland bekeken, het ministerie of de Tweede Kamer, waarom kan dat niet? En dezelfde vraag is eigenlijk, waarom kan er dan niet meer gestuurd worden op netwerkkwaliteit? En de minister zei in het debat ook heel erg... ja, als we als Kamer hier te veel op gaan sturen, krijgen we problemen met andere landen. Maar ja, nogmaals, dit lijkt onontgonnen gebied... En de verordening voorziet hier niet in. Dus als u als ACNL een eigen weg kiest in het onontgonnen gebied... hoe kunnen we dan problemen krijgen met andere landen? Meneer Thomassen. Nou, ik denk ten aanzien van het probleem met andere landen is het zo... dat als wij bijvoorbeeld zeg, een bepaalde luchtvaartmaatschappij uiteindelijk hier uitsluiten of laten krimpen... dan kunnen andere landen zeggen dat de retaliatie... dan kan de KLM, die gaat ook niet hier vliegen of die gaat hier minder vliegen. Ik denk dat de minister dat geschetst heeft. Maar dat is eigenlijk meer uiteindelijk iets wat thuis hoort in het domein van de luchtvaartrechten... en niet van de slotcoördinatie. Het slotcoördinatie is echt van belang dat het gaat over een toegang tot schaarse infrastructuur... die op een bepaalde manier ook gereguleerd moet worden. Dus ik begrijp wel dat de minister dat natuurlijk... als de slotcoördinatie voor dat soort zaken gebruikt wordt... begrijp ik wel dat de minister dat natuurlijk als zodanig in orde stelt... Meneer Koerhuis. Ja, en dan? Ja? Ja, dat stukje over die, zeg maar die netwerkpool en dan de luchtvrachtpool. Als het onontgonnen gebied is, en zeker de luchtvrachtpool, we hebben het over een heel klein deel van de markt. Welke andere landen gaan daar moeilijk over doen? En waarom kan dat niet? Meneer Thomassen.
Ja, wat ik al net schetste, is natuurlijk de... Kijk, die schetsing zit erbij, maar moet oppassen als het niet te technisch wordt. Hè? Van als er dan 60.000 tons afgaan, hè, stel dat het aantal uiteindelijk wordt. Hè? Van ja, waar gaan die dan vanaf? Hè? Dat is natuurlijk de vraag. En dat is een onontgonnen gebied. Daar maken wij natuurlijk nu scenario's voor. En die scenario's zullen wij toetsen op, nou ja, op basisbeginselen en op gelijke kansen. Hè. Dus je hebt gewoon een aantal, ja, als bestuur gewoon een aantal basisbeginselen waar je dan daarmee rekening te houden hebt. Hoe dat daar precies naar uitpakt, daar ga ik niet vooruit lopen. De vrachtpool, zoals je in ieder geval tot nu toe in de voorstellen voorgekomen, is meer van, ja, kunnen wij niet gewoon een hek zetten om de pool aan zich? Hè? Dat gaat niet per se, waar gaan die 60.000 vanaf? Maar dat gaat meer over, ja, van de nog wat beschikbare, hoeveel worden daarvan van verdeeld? En dan zeg ik, dat is heel duidelijk gereguleerd, hè? Dan zou ik altijd, ik kan niet in een situatie terechtkomen dat ik feitelijk die criteria ga omzeilen. Het is dus ook even van belang vanuit welk perspectief wordt het aangevlogen. Ja. Ja. Mevrouw Kruijger. Ja, en dit is natuurlijk een beetje de crux. Dus de slotcoördinator maakt nu spelregels voor hoe we die krimp op Schiphol van 60.000 vliegbewegingen gaan laten plaatsvinden. En die spelregels, daar worden verschillende scenario's voor gemaakt, begrijp ik. En dan is natuurlijk de vraag, wat zijn de criteria op basis waarvan die scenario's getoetst worden? En dan is de vraag, bijvoorbeeld, is netwerkkwaliteit of duurzaamheid, zijn dat criteria? En mogen dat criteria zijn? En wie besluit uiteindelijk welk scenario gekozen wordt? Op basis van welke criteria? Meneer Thomassen. Nou, wat onze opvatting is zo, omdat factoren als netwerkkwaliteit, concurrentie, leefomgevingen, leesduurzaamheid, hè, opgenomen zijn nu al in de criteria als je zeg maar een slotpool hebt, hè, dan is het logischerwijs ook dat die criteria overwogen kunnen worden, omdat die inmiddels al genoemd zijn in de bestaande regelgevingen, bij hoe zou die krimp dan vormgegeven moeten worden. En het zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat bijvoorbeeld slots die niet zo goed scoren op, nou ja, die combinatie van factoren, hè, dat is een van de scenario's, dat die dan minder kans hebben om nog toegewezen te worden. En die dan eerder. Hè. Dus dat is een van de scenario's die nu voor ligt. En dat is ook, wij willen natuurlijk uiteindelijk wel natuurlijk een soort van grondslag hebben van die er nu al is. En dat je daarop het maakt. Wij iets compleet nieuws verzinnen is natuurlijk niet zo. Dat is eigenlijk veel minder gepast. We moeten een grondslag hebben en dat moet voldoen aan algemene beginselen van behoorlijk besturen, zoals jullie die ook wel kennen. En dat heeft te maken met ook, ja, met dat de gelijke kansen voor alle partijen moeten zijn, dat we het tijdig bekend moeten maken. Nou ja, dat is denk ik wel wat we kennen. Ja. Mevrouw Kruijger. Ja, maar dan hoor ik eigenlijk duurzaamheid, en dat gaat natuurlijk over zowel CO2-uitstoot als over stikstof, als over geluid, hoor ik hier verengd worden tot impact op de leefomgeving. Maar hoe zit dat dan, hoe is dat nu dan in de slotverordening? Meneer Thomassen. Er is nu een algemeen begrip van, dat heet environment, hè, dat is de Engelse term die erin staat. Ik heb dat vertaald naar leefomgeving. Dat is zoals het feitelijkste. We hebben dat op dit moment in de huidige regels vormgegeven via geluid. Omdat met geluid is er een heel goed systeem hoeveel geluid vliegtuigen produceren. Hè. Dat is ook, in VN-verband is er een hele systematiek voor het. Je vliegt met dat vliegtuig aan en met dat vliegtuig, dan moeten we ook zeker weten dat de ene vliegtuig minder geluid produceert dan het ander. Er is bijvoorbeeld nog niet een dergelijk systeem als het gaat om bijvoorbeeld de uitstoot van CO2 of van stikstof als het gaat om. Dus we hebben het nu gewoon vanuit uitvoerbaarheidsredenen hebben wij gekozen voor om dat te vertalen naar geluid. En ik zie nu op korte termijn geen andere mogelijkheid dan geluid. Mevrouw van der Plas, u hebt geen vragen meer.
Nou, ik weet niet of er nog restvragen zijn of vragen naar aanleiding van deze beantwoording. Dan kunnen we er een einde aan gaan breien. Allereerst, meneer Koerhuis. Ja. Wat ik wel interessant vind, de ACNL praat nu dus met de Omgevingsraad, met de luchthaven, met de vliegmaatschappijen. Maar wordt er voor het voorgestelde nieuwe beleid in dat onontgonnen gebied ook gesproken met het ministerie? Gaat er nog meer gesproken worden met ons? En wordt er ook gesproken met de Europese Commissie? En hoe wordt dat meegenomen? Dat vind ik dan wel even interessant om te horen. Meneer Thomassen. Ja, wij bespreken ook met de Europese Commissie hierover. Ook rechtstreeks als slotcoördinator. En ook met het ministerie. Ja. Mevrouw Kreuger en dan meneer Alkaia. Maar dan wel korte vragen, want we gaan naderen nu het einde. Mevrouw Kreuger. Hele korte vraag. Environment is dus een grondslag. Dat wordt nu opgevat als alleen geluid. Maar je zou dus ook stikstof en CO2-uitstoot wel degelijk als grondslagen kunnen hanteren. Meneer Thomassen. Dat kan, alleen dat is niet uitvoerbaar op dit moment. En daarom doen we dat nu niet. Meneer Alkaia, tot slot. Dank u wel, voorzitter. Korte vraag. Die beginstap als Schiphol aangeeft of een andere luchthaven van dit is onze capaciteit, dat is jullie startpunt. Hoe geven ze dat aan? Is dat in vluchtaantallen? Is dat in vluchtaantallen per dag? Is dat in passagiersaantallen? En hoe wordt dat volgens gemonitord? Meneer Thomassen. Ja, dat is eigenlijk een set aan zaken. Als eerste is daar het totaal aantal slots wat uitgegeven mag worden voor dat betreffende seizoen. En daar zitten ook allerlei technische parameters in. Bijvoorbeeld, wat is nou de baancapaciteit? Dat heeft maar met welke pieken bijvoorbeeld aan kan. Dat zijn eigenlijk voor Schiphol de meest belangrijke. En er is nu een tijdelijke parameter rondom het aantal passagiers wat mag vertrekken, hè, van Schiphol vanwege de securitybelasting. Ja. En op andere luchthavens zien we wel een uitbreiding die met name ook te maken hebben met het aantal passagiers wat verwerkt kan worden in het terminalgebouw. Ja. Meneer Alkaia? Dan krijg je dus ook te maken met, voor jullie werk, hoe groot zijn die vliegtuigen dan die kunnen vertrekken? Want als er een beperking op het aantal passagiers zit, waar je eerst op slots en vluchten aan het sturen was, komt hier dus nu vanwege de huidige situatie het aantal passagiers bij. Begrijp ik het zo goed? Ja, kijk, op Schiphol is ook nog wat heet een widebody parameter. Dus er is maar een beperkte plek voor zoveel grote vliegtuigen. Dus daar toetsen wij op Schiphol ook op. En als het sterk zou groeien bijvoorbeeld, hè, dan zullen we niet alle aanvragen daarvoor kunnen toedelen op het moment dat de luchtvaartmaatschappij dat willen. Misschien wel op een ander moment op de dag, maar niet. Maar niet op het misschien moment dat ze willen. Ja. Heren Thomassen van der Els namens ACNL, hartelijk dank voor uw komst. En dat u uw kennis en ervaringsdeskundigheid met ons wilde delen. Dank daarvoor, ook voor de beantwoording. Kunnen de leden allemaal meenemen bij het komende luchtvaartdebat. Mensen op de publieke tribune, ook mensen die thuis hebben gekeken en geluisterd via het digitale kanaal. Onze collega's van dienst, verslag en redactie, onze trouwe kamerborden en griffier. Hartelijk dank, leden. Succes vandaag met de rest van het debat en de gesprekken. En dan sluit ik deze technische briefing.